Stel, je beste vriend is de zoon van een NSB'er. Vertrouw je hem dan nog? Het gebeurt in een nieuwe jeugdspeelfilm geregisseerd door Dennis Potts. Je hebt Tuur en je hebt Lambert. En Tuur is de zoon van een neutrale familie, tenminste hij denkt neutraal te zijn, want eigenlijk is zijn hele familie zit bij het verzet. En dan heb je Lambert en dat is de zoon van een NSB'er. In het begin lijkt alles goed te gaan, maar dan komt er een nieuw meisje in de klas en dat blijkt eigenlijk een ondergedoken jodin te zijn. En dit geheimpje vertelt ze eigenlijk alleen aan Tuur. Met als gevolg dat de vriendschap tussen Tuur en Lambert behoorlijk onder druk komt te staan. Hoe dit afloopt, dat zie je in Oorlogsgeheim. Tuur Haarmakers, het woord moffen wil ik hier niet horen. Ik ga naar God, ga je mee? Dat mag je toch niet meer? Ik mag zoveel niet meer. Mag ik mee? Sommige scènes spelen zich af in een grot. En nu denk je, ah, dat is gewoon echt een grot. Nee, deze scènes zijn gewoon opgenomen in de studio. Alleen de ingang van de grot is echt. Het is voor regisseur Dennis Potts alweer het tweede boek dat hij verfilmt van schrijver Jacques Vriends. Hiervoor was het Achtste Groepers Huilen Niet. En wat vond ik van Oorlogsgeheim? Normaal gesproken bij Nederlandse jeugdspeelfilms zou ik denken van dit wordt wel lastig, ga ik dit heel erg leuk vinden. Maar bij Oorlogsgeheim had ik dat juist wel. Ik had juist het gevoel dat ik de bioscoop uitliep met het gevoel van ja, dit vind ik toch wel heel erg netjes gedaan. De jonge cast zette een spel neer dat ik dacht bij mezelf, zo, dit vind ik toch wel heel erg vet gedaan. Hoe die emoties tussen Tuur en Lambert zo omhoog werken naar een bepaald soort climax. Van, kunnen we elkaar nog wel vertrouwen? We waren eerst beste vrienden. Dat vond ik zo dik uitgewerkt. En wat ik ook heel erg tof vond was dat het, ondanks dat het weer een oorlogsverhaal was, dat het toch heel erg fris aanvoelde. Het enige minpuntje wat ik had, was dat het dorp echt als een minuscuul dorp aanvoelde. Ik had echt het idee dat er maar 3 huizen en een schooltje stond. Dat was het. Volgens de regisseur was dat eigenlijk ook zijn bedoeling, dus daar valt ook niks aan te verwijten. Maar dat was toch het enige wat me een klein beetje irriteerde. Een klein minpuntje, maar misschien slaat het ook helemaal nergens op. Maar dat was het enige wat ik eigenlijk had aan te merken of op te merken over deze film. Maar voor de rest krijgt hij voor mij gewoon 4 sterren. En is het een jeugdfilm die jij zeker moet kijken voor als je onder de 20 bent. Want misschien ben je boven de 20 en denk van, ah, dat lijkt me niks. Laat me alsnog weten in de reacties wat je ervan vindt. En vergeet zeker niet de duim omhoog te geven voor deze review en te abonneren op de Filmfabriek. Nog een andere review checken van mij, klik dan even daar. Ik zeg bedankt voor het kijken en later. Yo!